Koning Aap biedt prachtige groepsreizen aan naar werkelijk alle uithoeken van de wereld. Reizen is kennis maken, proeven en ervaren. Een gezamenlijke beleving van lokale en authentieke culturen. Met Koning Aap ga je echt op reis. Welkom bij onze online presentatie van Jordanië. Mijn naam is Lotte en ik werk op kantoor in Gent in België. Ondertussen al 16 jaar. Ik heb 2 puberdochters ondertussen. Dus ik ben ook grote fan van de familiereizen van Koning Aap. En ik neem jullie mee naar Jordanië. Vragen kan je stellen tijdens de presentatie via de chat. En aan het einde van de presentatie zullen daar een paar van beantwoord worden. Wat kan je van de presentatie verwachten? Een korte intro, de hoogtepunten van Jordanië, hoe we reizen, in welke hotels dat we slapen, in wat voor soort accommodatie, een paar tips voor Jordanië en questions and answers. Dus nog eens, via de chat kan je vragen stellen en die worden dan op het einde beantwoord. Onze familiereis van Jordanië is 8 dagen. Dat is gepland zodat ze eigenlijk in alle vakanties kan doorgaan, ook de weekvakanties, de kortere vakanties. Maar omdat Jordanië eigenlijk een relatief klein land is, ga je in die 8 dagen echt wel alle hoogtepunten bezoeken. Onze reis start met een vlucht naar Amman, maar de luchthaven van Amman ligt eigenlijk op 30 kilometer van Madaba. Dus wij slaan Amman over en gaan meteen naar Madaba. Madaba is een gezellig klein stadje waar dat je heel veel opgravingen hebt vanuit de eerste eeuwen na Christus, de Byzantijnse periode. En een van de beroemdste is wel in de kerk van Sint-Georges, waar dat een mozaïek ligt uit de 6e eeuw na Christus. En die stelt eigenlijk het beloofde land en de toen bekende wereld voor. En is heel belangrijk geweest voor historici om een beetje een idee te hebben hoe het in de 6e eeuw eraan toe ging. Dit is een detail van die mooie mozaïek. En eventjes een filmpje, eigenlijk straatbeelden van Madaba, heel veel toeristische winkeltjes, mooie souvenirtjes dat je kan kopen. In Jordanië spreken de meeste mensen ook wel Engels, dus ja, het afdingen, dingetjes kopen is eigenlijk ook wel gewoon heel gemakkelijk. Vanuit Madaba gaan we naar Djerash. Djerash is een van de best bewaarde Grieks-Romeins-Byzantijnse steden van het Midden-Oosten. En een van de mooiste stukken van Djerash is de poort van Hadrianus. Links zie je een van de traditionele bewakers van de stad. Buiten de poort heb je ook nog het amfitheater en de Romeinse zuilen. Ook voor de kinderen is Djerash echt wel mooi. Ze kunnen er ook, je kan er vrij rondlopen overal. Dus als de gids eventjes een te lange uitleg geeft, dan kunnen de kinderen zich wel bezighouden. Van Djerash vervolgt onze reis naar de Dode Zee. De Dode Zee ligt ongeveer 400 meter onder zeeniveau en heeft een zoutgehalte van 30% of meer dan 30%, waardoor dat er eigenlijk niets leeft. Het is geen zee trouwens, het is een meer. Maar vandaar de naam Dode Zee. Het leuke aan dat hoge zoutgehalte is dat je dus echt kan drijven op het water. Bij de Dode Zee is het ook heel leuk om een schoonheidsbehandeling te doen. Voor jong en oud kan je daar je helemaal insmeren met modder en laten opdrogen en daarna afwassen. Wordt heel mooi van. Jordanië heeft hele mooie landschappen. Dit is eigenlijk de King's Highway, een stukje dat je ziet. Dat is de grote snelweg dat vroeger al gebruikt werd op de belangrijke handelsroutes naar het beloofde land. En dan nog altijd in gebruik is. En die loopt echt van het noorden van Jordanië tot aan Petra. Je gaat je tijdens de busroute zeker niet vervelen. Het is echt een heel mooi landschap.
We komen ook voorbij Wadi Mujib. Ook hele mooie uitzichten dat je daar hebt. En dan komen we in Mount Nebo. Mount Nebo is eigenlijk een uitkijkpunt waar Mozes uitkeek op het beloofde land. Als het goed weer is, dan kan je echt heel ver kijken. Hè? Kan je Jeruzalem en Bethlehem ook zien. Mozes zou daar ook op 120-jarige leeftijd gestorven zijn. Naast Mount Nebo is ook een atelier dat je kan bezoeken, waar dat je kan zien hoe dat ze de traditionele mozaïek maakten. En dan komen we in Kerak. Kerak heeft een van de mooiste, oudste en best bewaarde kruisvaarderskastelen van het Midden-Oosten. Het dateert uit 1132 en is echt heel mooi bewaard gebleven. De kruisvaarders waren natuurlijk onderweg naar het beloofde land, zijn zij allemaal Jordanië gepasseerd en hebben daar heel veel kruisvaarderskastelen gebouwd. Naast het kruisvaarderskasteel heeft Kerak ook een heel mooi marktje waar dat je door de straatjes kan lopen en souveniertjes kan kopen. En dan komen we aan Petra. Petra is een van de hoogtepunten van Jordanië natuurlijk. Als je Petra bezoekt, ga je standaard eigenlijk langs de hoofdingang en ga je wandelen door een grote kloof, de Sik genoemd. Waar dat je dan uitkomt aan de schatkamer, het beroemdste beeld van Jordanië, van Petra, waar je dan in bewondering kan kijken. De afstanden in Petra, je kan eigenlijk heel lang rondlopen, je kan het zo lang maken als je wilt. De schatkamer ligt redelijk snel aan de inkom, dus dat die afstand is niet zo groot. En dan kan je eigenlijk kiezen hoe ver dat je zelf nog gaat wandelen. Want buiten de schatkamer zijn er natuurlijk nog heel veel mooie dingen te zien. Dit is een stukje van de Sik trouwens. Hele mooie kleurschakeringen binnen in de schatkamer. Buiten de schatkamer heb je dus onder andere ook nog de koningsgraven. En het klooster en het amfitheater kan je ook bezoeken. Het kan wel heel warm zijn in Petra. Je ziet dat je heel weinig beschutting hebt tegen de zon, dus een traditionele sjaal rond je hoofd is zeker geen onnodige luxe. Of een petje meenemen. Je hebt wel veel lokale Jordaniërs dat er zitten met theekraampjes waar dat dan wel doeken zijn gespannen, waar dat je dan in de schaduw een theetje kan drinken. 3 avonden in de week kan je ook Petra by Night bezoeken. Dat is eigenlijk een sound and light show. De muziek, het duurt een half uurtje. Het is traditionele muziek dat ze spelen. Maar het is vooral het uitzicht waarvoor dat je komt. De sterrenhemel en de lichtjes die de schatkamer verlichten. Een supermooi zicht op Petra. Van Petra gaan we naar de Wadi Rum. De Wadi Rum is eigenlijk de woestijn van Jordanië. Je ziet, het is geen wit zand. Het is eigenlijk een rode woestijn met heel veel rotsformaties. Het is ook World Heritage, omdat ze daar hiërogliefen en inscripties gevonden hebben die 12.000 jaar oud zijn. Dus UNESCO Wereldbeschermd Erfgoed. We gaan onze bus eventjes achterlaten en met de jeep naar onze slaapplaats. Je kan ook een stukje op de kamelen doen. We doen ook een jeep-excursie van een drietal uur en de verschillende mooie dingen van de Wadi Rum kan ontdekken. Onder andere een van de bruggen, de natuurlijke bruggen, die dat je op verschillende plaatsen gaat zien. Het leuke is, als je ergens opklimt, meestal kan je ergens naar boven klimmen via de rotsen en kan je langs de andere kant via het zand naar beneden schuiven. Dit zijn een paar van de inscripties, 12.000 jaar oud, dat je ook gaat bezoeken in de grotten van de Wadi Rum. Aan de kant van het kamp waar we slapen kan je ook tegen valavond een berg opklimmen. Om dan op je gemak naar de zonsondergang te kijken. Een heel mooi tafereel. En 's avonds wordt er in het kamp natuurlijk een kampvuur aangestoken.
En gaan we ook de traditionele barbecue eten. Dat is eigenlijk, het is geen barbecue zoals dat wij ze kennen. Er wordt eigenlijk een vat met groente en kip in de grond gestoken. En daar wordt het eigenlijk als een oventje klaargemaakt. En dan komt het vat eruit en eet iedereen van één grote schaal traditionele grondgemaakte kip. Van de Wadi Rum gaan we naar Aqaba. Aqaba ligt aan de Rode Zee en dat is eigenlijk een beetje het eindpunt van de reis, een rustpunt. Je kan er gewoon aan het strand gaan liggen, genieten van het hotel. Er is ook een hele mooie traditionele oude souks waar dat je kruiden en specerijen kan gaan kopen en souvenirtjes. Je kan snorkelen, afhankelijk van het seizoen. Ga je dat in badpak kunnen doen? Soms ga je in onze winter ga je toch wel beter een wetsuit aandoen. Maar dat is ook een excursie dat je vanuit Aqaba kan doen. Een van de hoogtepunten in elke reis, in elk land dat ik bezoek, is wel het contact met de lokale bevolking. Jordanië heeft een heel gemixte bevolking van islam en christenen. En andere godsdiensten, maar één voor één zijn ze allemaal heel gastvrij. Ze gaan je vaak uitnodigen om een theetje te komen drinken. Traditionele Bedouinen gaan je met open armen ontvangen. Er zijn hele mooie authentieke souks ook, waar dat de mensen je echt wel met alle plezier, alle liefde gaan uitleggen hoe hun producten, wat ze verkopen. Heel veel soorten kruiden, specerijen dat je kan kopen. De meeste mensen spreken ook gewoon redelijk goed Engels. Dus communicatie is ook wel gemakkelijk. Jordanië is een heel gastvrij land. De lokale bevolking gaat heel spontaan ook altijd wel een babbeltje willen slaan. Pas je wel een beetje aan. Er zijn redelijk veel traditionele Bedouinen en moslims, dus pas je klederdracht een beetje aan. Het is niet dat je daar helemaal bedekt moet rondlopen, maar probeer toch mouwen of t-shirts met korte mouwen aan te doen. Als je een foto wil nemen, vraag het eventjes. Ze gaan met alle plezier poseren op de foto. Maar toon respect en vraag het gewoon eventjes op voorhand. Je hebt in verschillende steden van Jordanië nog traditionele souks. Het is een land waar het eten in Jordanië, zoals de rest van het Midden-Oosten, is super lekker. Ze gebruiken heel veel kruiden. Neem zeker wat kruiden mee voor het thuisfront. Gaan ze alleen maar blij mee zijn. En in de souks is natuurlijk ook de uitgelezen plaats om souvenirtjes mee te nemen. Nog eventjes een reminder dat je tijdens de presentatie vragen kan stellen. Je kan via de chat een vraag stellen. En zo meteen komt mijn collega erbij met een aantal vraagjes om te beantwoorden. Dus stel gerust vragen. Onze groepsreizen maken gebruik van een privébus. Het leuke aan een privébus is dat je dan kan stoppen onderweg als er een mooie plaats is om foto's te nemen. Of als er een plaspauze moet ingelast worden. En ze zijn groot, comfortabel, genoeg plaats. In de Wadi Rum gaan we een excursie doen en gaan we naar het kamp rijden in open jeeps. Heel leuk voor de kinderen natuurlijk ook. Je kan in de Wadi Rum ook een tochtje doen op kameel. Tijdens onze reizen maken we gebruik van een mengeling van accommodaties. Op de meeste plaatsen slaap je in degelijke middenklasse hotels, waar dat je dan twee persoonskamers met een aparte badkamer hebt. Dus dit zijn een paar voorbeelden van onze hotels. Hotels zijn allemaal op basis van kamer en ontbijt. Heel uitgebreid ontbijt, altijd een mix van continentaal westers eten en Midden-Oosters eten. Je kan een toast kaas eten, maar je kan ook hummus als ontbijt eten. In de Wadi Rum overnachten we in een tented camp. Dat is natuurlijk leuk omdat je midden in de Wadi Rum slaapt. Het uitzicht, de sterrenhemel.
Dat is iets dat je in België en Nederland sowieso niet te zien krijgt door de luchtpollutie bij ons. Dus je hebt echt een heel mooi zicht 's nachts op de sterren. Het eten in de Wadi Rum is ook heel lekker. Het is een traditionele barbecue dat we doen. De beste reistijd voor Jordanië. Dan zou ik zeggen dat het eigenlijk best voor een najaar is. De zomer kan wel heel warm worden, alhoewel dat het een droge warmte is. Dus als je daar goed tegen kunt, is het zeker te doen in de zomer. De winter is op bepaalde plaatsen echt wel koud. Dus eigenlijk de paasvakantie, de meivakantie, de najaarsvakanties, die zijn eigenlijk ideaal om naar Jordanië te gaan. In Jordanië hebben we de Jordaanse dinar. Eigenlijk is het handig dat je op de luchthaven al wat geld uit de bankautomaat haalt. Dus je kan eigenlijk op verschillende plaatsen in Jordanië geld uit de muur halen. Hou er wel rekening mee dat de limiet heel vaak 200-300 euro is. Maar de reisbegeleider gaat jullie daar ook bij helpen. Op het moment dat je een beetje laag bij kas komt, dan zeg je het gewoon tegen de reisbegeleider en dan gaat hij wel stoppen aan een bankautomaat. Neem voor de veiligheid ook 100, 150 euro cash euro's mee. Zodat je ook altijd kan wisselen als de bankautomaat eventjes op is. Want dat kan wel af en toe. Voor Jordanië heb je een internationale paspoort nodig. En een visum. Maar dat visum moet je niet op voorhand regelen. Dus dat wordt eigenlijk door ons geregeld. Door onze lokale agent die klaarstaat voor de douane bij aankomst. Dus die staat daar klaar met een bordje van Koning Aap. En die gaat dan de paspoortjes allemaal stempelen en dan kan je door de douane. Eten en drinken. Het eten in Jordanië is natuurlijk heel lekker. Je hebt heel traditionele, het is de Midden-Oosten keuken. Dus je zit heel veel met kikkererwten, veel hummus, veel kleine tapas dat je kan delen, altijd heel leuk om als je met een groep bent om verschillende dingen te bestellen dat je dan kan delen, dat je van alles wat kan proeven. Handig voor de kinderen om te weten is dat je wel bijna overal ook continentaal kan bestellen. Dus als er is een frietje of een patat wil besteld worden, dan kan dat op de meeste plaatsen wel. Jordaniërs en eigenlijk heel de Midden-Oosten zijn voor de zoete gebakjes. Dus zoete desserts, veel tapas, veel hapjes. En rechtsonder zie je eigenlijk de traditionele barbecue dat we doen in de Wadi Rum, die in de grond wordt klaargemaakt. Het is een moslimland, dus je gaat er heel veel niet-alcoholische dranken kunnen drinken. Heel bekend is de hele lekkere muntthee dat je overal gaat kunnen vragen. De mensen in Jordanië zijn heel gastvrij. Ze gaan heel graag een praatje met je doen. Neem de tijd ervoor om eens met iemand te gaan zitten en te proberen praten. De traditionele Bedouiners die gaan niet zo goed Engels spreken. Maar handen- en voetentaal, dat lukt overal en dat lukt altijd. Het zijn hele goedlachse mensen. Neem er zeker de tijd voor. Ondertussen is mijn collega Patrick erbij gekomen, want er zijn wel wat vraagjes binnengekomen. Dag Patrick. Dag Lotte. Mooie presentatie. Dank je wel. Zeker wat vragen binnengekomen. Het gaat over de groepssamenstelling. Wij hebben natuurlijk 6-plus en 12-plus reizen. Daar is waarschijnlijk een reden voor. En hoe kunnen we de groepssamenstelling zien op onze website? Ja, er is inderdaad een reden voor. Dat gaat niet per se over de verschillende activiteiten dat we doen. Maar dat gaat vooral over het feit dat 6-plus en 12-plus pubers liever toch bij hun leeftijdscategorie zitten. Mm-hmm. En iets minder graag met 6-plus kinderen op reis gaan. Dus dat is eigenlijk de enige reden dat we een beetje de groepssamenstelling, de leeftijden van de kinderen, op elkaar willen afstemmen. Bij reisdata en prijzen staat er telkens of het een 6-plus of een 12-plus reis is. Mm-hmm. En daar ga je ook, als er boekingen zijn, de groepssamenstelling zien met de leeftijden van
de volwassenen en de kinderen. Ja. En kan je op die reis ook kiezen voor een Nederlandstalige of een Engelstalige reisbereiding? Wat is ja, het? Ja, omdat we willen eigenlijk de keuze geven, Nederlandstalige of Engelstalige begeleiding. Vooral met name op de 6-plus reizen ga je dan iets meer Nederlandstalige begeleiding zien. Maar dat, gaat, ja, dat staat ook bij reisdata en prijzen. En de keuze, ja, dat gaat eigenlijk gewoon puur om de taal van de reisbegeleider. De groepen zijn sowieso Belgen of Nederlanders, of een mix. Dus de voertaal in de groep gaat altijd Nederlands zijn. Maar de reisbegeleiding, daar kan je kiezen, Nederlands of Engels. Ja, ik heb nog een vraag. Wat was het wauw-moment voor jouw kinderen? Dat vind ik een heel moeilijke vraag, want het is een korte reis, eigenlijk een week dat we in Jordanië zitten. Maar het mooie en het leuke aan Jordanië is dat er zoveel hoogtepunten zijn. Op die week heb je eigenlijk bijna elke dag een ander landschap, een andere activiteit. Ik zou er geen eentje kunnen opnoemen, want de jeeptocht in de Wadi Rum is heel leuk, is heel leuk. Drijven op de Dode Zee is een unieke ervaring. Het snorkelen in Agaba is leuk. Het rondlopen in de souks. Dus ja, één wauw moment heb ik niet ontdekt. Het was meer om de paar dagen minstens een wauw moment. Ja. Eigenlijk een wauw reis. Het is een wauw reis, zeker en vast. Ja, dat was hem voor nu. Oké, super. Dan sluit ik hiermee af. Dankjewel. Tot allemaal in Jordanië. Op reis met het hele gezin.